Hallo allemaal. Vandaag is het Kapla-dag. Kapla. Wat is Kapla? Ja, dat zoeken we even uit. Teken je weer mee? Dan gaan we Kapla-dag tekenen. Goed. Ja, Kapla. Nou, ik heb opgezocht wat het was. Of wat het is. Het zijn houten bouwblokjes. Hoe zien houten bouwblokjes eruit? Nou, gewoon rechthoekig, langwerpige blokjes. En daar kun je allerlei bouwwerken mee maken. Een beetje een perspectief proberen te tekenen. Zo. Nou, daar kan je dus mee stapelen, daar kan je torens mee maken. Daar kan je van allerlei vormen mee maken. Maar ja, dat is niet interessant om hier natuurlijk te tekenen. Wel kan ik je dus laten zien hoe je zo'n blokje in 3D weergeeft. En de verschillende donkerte van schaduw dan. Hè, dit is het lichtste, hier is het iets donkerder en hier is het donkerst. Nou, en dan natuurlijk de schaduw daaronder. Al is het met dikke stift niet zo heel fijn dat weergeven. Maar goed, ik denk, ja, zo'n blokje is van hout gemaakt. Laten we eens een boom tekenen. We hebben in het verleden al wel eerder bomen getekend. Maar laten we daar nou eens eentje een beetje uitwerken. Daarvoor pak ik wel even een ander pennetje. En ik pak nou natuurlijk een ander blaadje. Kijk, daarom moet altijd een blaadje onder. Die stiften die drukken door. En dat wil je niet op je bureau hebben of op je tafel. Dus een nieuw velletje erop. En we pakken een wat dunnere stift. En laten we daar eens een gedetailleerde of een wat gedetailleerdere boom mee tekenen. We beginnen onderaan bij de stam, zeg maar. Wacht, ik zal hem iets zo. Dan kan je het iets duidelijker zien. Laten we hier eerst eens beginnen met gras. Kijk, zo. Zo. Hup. Wat stengeltjes gras. En zie je, het zijn zomaar wat streepjes. Maar je krijgt wel een beetje het idee van gras. En dat is een beetje aan de wortels van de boom. We willen wel wat gras hebben. Zo. Goed, nou, de gras. En laten we hier eens beginnen met een stam. Maar we gaan een kronkelige boom gaan we tekenen. Dit wordt zo een beetje de bastende boom. En hier begint een tak. Zo. Dus laten we hier weer terugkomen. Zo. Hier hebben we nog die stam van die boom verder. En hier begint hij ook aan de andere kant, die stam van die boom. Een tak. En nog een tak. Zie je, het is echt een knoesterige boom wordt het. Met allerlei vertakkingen. Nou, en dan hier willen we een soort doorkijk hebben zo in die boom. Een soort barst. Misschien hier nog wel eentje, zo. Nou, wat je leuk kan doen is dat je daar oogjes in maakt. Eigenlijk heel simpel. Je laat gewoon twee witte vlakjes vrij. En laten we dat hier ook doen. Dan kunnen ze ook zo gewoon zo tekenen. Hier nog twee. Zo, en dan vullen we de rest op. En dan is het net of je vanuit de boom wordt aangekeken. Goed, wat we nu gaan doen is, we gaan hier arceren. En op die manier gaan we een diepte creëren. In die boom. Dan zie je al een beetje wat er gebeurt. Door die arceringen krijg je dus effecten in die boom. Die je eerst niet had. Zo.
zie je wat er gebeurt? Die boom die krijgt diepte, die krijgt echt een soort schors. Met grilligere vormen erin. Je kan hier zeg maar ook nog dit doen, hè? Dus je kan hieronder ook nog een scheur in die bomen maken zo. Het is even, dit is echt wel, dit is geduld werk natuurlijk. En je moet hier even wel even de tijd voor nemen. Weer dit een beetje mooi willen doen. Ik deed dat vroeger altijd met zo'n mooie roodrinkpen, zo'n heel dun puntje. Kon je heel fijn mee tekenen. Maar dan was ik echt wel uren bezig met zo'n boom te tekenen. Maar het resultaat was dan altijd wel heel mooi. En heel verrassend. En zo teken ik eigenlijk in mijn jeugd altijd de bomen. En ja, ik was daar best wel goed in. Moet ik zeggen, ik maakte altijd veel de indruk met mijn bomen, zeg maar, die ik dan zo tekende. En ik doe dat nu wat sneller dan met zo'n heel fijn pennetje. Maar goed, als je het geduld hebt en je hebt tijd, dan kan je zo hele leuke kerstkaartjes maken bijvoorbeeld, of gewoon kaartjes waar bomen op voorkomen. Het hoeft niet altijd gelijk kerstkaartjes te zijn natuurlijk, maar zie je, krijgen echt die boom die krijgt echt een vorm op die manier. Ja, en dan moeten die takken, die moeten natuurlijk nog verder uitgewerkt. Dus die gaan we nog even verder uitwerken. Zo. Zo. Ook hier kunnen we wat arceren zo. Zo, en die takjes allemaal zo. En die mogen best soms ook grillig eruit zien. Dat maakt verder niet uit. Dus we krijgen die boom echt ook takken. Ja, hier kan je zoveel takken als je wil aangeven natuurlijk, hè. Wat ik ook nog wel eens deed, dan deed ik gewoon een knoest teken. Zo'n tak en dan stopte zo'n tak hier en dan ging de andere tak verder. Zo. Zie je, dan heb je een knoest waar ooit de tak heeft gezeten en er geen tak meer zit. Ik werk nu wel iets sneller dan dat ik normaal voor zo'n boom zou uittrekken. Want ja,
Jullie hebben ook geen zin om uren hierop te gaan zitten wachten natuurlijk. Maar je ziet het principe van die takken. Ik zou zeggen, gaan ze zo allemaal invullen, hè? Die takken. En wat je ook nog leuk kan doen, is daarachter bijvoorbeeld of een maan tekenen. Dat deed ik dan vroeger, ging ik een maan tekenen. Laten we eens hierachter een maan tekenen. Dit kunnen we nog invullen. Wat deed ik dan? Wacht, ik doe dat even met potlood. Ik zet er dan, want ik kan het dadelijk weer uitschummen. Een cirkel. Wel een beetje goede cirkel zijn natuurlijk. En, dat hoef ik trouwens niet uit te gummen. Want ik ga hier nou op die cirkel een stippeltje zetten. Zo. Het hele lijntje zie je straks niet meer. Het staat helemaal vol met stippeltjes. En misschien kan je zelfs gewoon een lijn trekken, want de stippeltjes zitten zo dicht op elkaar. Dat is eigenlijk gewoon een lijn vormen. Zo, en dan naar buiten toe steeds minder stippeltjes. Binnen veel stippeltjes. En dan naar buiten zo een enkele. En je ziet dan wat er gebeurt. Die maan die wordt ook echt licht. Terwijl je dat eigenlijk uitspaart. En eromheen wordt het wat donkerder. Door die stippeltjes die je zet. Zie je, zo krijg je toch echt het idee van, hé, er hangt erachter, dan hangt er een maan. En gewoon puur doordat je werkt met een stippeleffect. En hoe fijner dit is, met een veel fijnere stift of fijnere pen, wordt het natuurlijk veel mooier nog. Maar ik zeg het al, het is monnikenwerk. Je moet echt veel geduld hiervoor hebben om dit zo helemaal uit te voeren. Maar je ziet wel gelijk al nu al het effect zo van wat dat geeft. Voilà, dan hebben we een maan. Wat kan je daar nog bij doen? Daar kan je nog natuurlijk ook nog een vleermuis zou je hierbij kunnen doen. Zo. Maar je kan ook zeggen van ik doe gewoon een vogel tekenen. Het zet twee vogels zo in de maan. Dat kan ook. Je kan er ook nog half een wolk voor tekenen. Dat zou ook nog kunnen. Ga verder. Werk zo'n boom helemaal uit. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.